Hoi en wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemenschikken. Ik ben Carlijn Tekkers en ik leer jullie alles over Bloemenschikken. En vandaag gaan we een heel mooi vrolijk en zomers huisje maken. Zoals je naast me kan zien heb ik een hele toffe ondergrond. En het is gewoon heel leuk om bij de deur te zetten of op een tafel of in huis op een dressoir. In ieder geval heel veel leuke plekjes om dit neer te zetten. Heb je er zin in? Of als een duimpje omhoog, want abonneren is helemaal gratis. Dan blijf je op de hoogte voor alle leuke video's die ik maak. En wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl, dan vind je onder kopje cursuspakketten. Goed, we gaan gauw aan de slag, want ik heb er heel veel zin in en ik hoop jullie ook. Zoals je kan zien heb ik een waterschaaltje hier onderin gedaan. En daar maken we eventjes de oase passend op. En de zijkanten snijden we even een beetje schuin aan. En dan is het belangrijk dat we zo even het waterschaaltje gaan wegwerken. Dit doen we door middel van mos. En dit doen we, zetten we aan de zijkant vast met een krammetje en iets verder, zodat het waterschaaltje weggaat. Dus die wegwerkt. Zoals je ziet is er geen waterschaaltje meer zichtbaar. En wat dan belangrijk is, is dat we gaan werken in het huisje. We gaan een parallel bloemstuk maken. Ik heb een mooie iremuris. En het is belangrijk dus dat je binnen het huisje blijft. En we steken dus alles in de lengte. En eigenlijk doet de basis, die doet het al. Die maakt het bloemstuk al. Je kan hem daarin gewoon volgen. Dus daarin maak je het jezelf eigenlijk heel makkelijk. En waar je dus wel moet letten is dat de bloemen niet in de verdrukking komen. En natuurlijk een mooie zomerse zonnebloemetje. Heel erg leuk. Die maken natuurlijk ook het stuk. En zoals je kan zien maak je op deze manier heel makkelijk een heel leuk bloemstuk door die ondergrond. Hij is gewoon echt al super leuk. Ik laat deze even door de bamboe lopen. Dan laat ik het grijze van het hout nog eventjes terugkomen met een klein beetje Tillandsia. Dat vind ik qua kleur heel mooi in het stuk. En mocht je nog een klein gaatje hebben, kan je het op deze manier ook wegwerken. Zodat je geen oase meer zichtbaar hebt. Maar als het goed is, heb je hem op deze manier al aardig goed opgevuld. Nou ja, en dan heb je eigenlijk op een hele makkelijke manier echt een super tof bloemstuk. Ja, de basis maakt hem eigenlijk al. En door op deze manier het waterschaaltje weg te werken op een natuurlijke manier, heb je een heel mooi geheel. En het is natuurlijk super leuk om zelf te maken. Om ergens neer te zetten bij de deur, bij de voordeur, buiten. Vooral met de warme dagen is dat natuurlijk heel erg leuk als je veel buiten zit. Maar ook binnen op een dressoirkast of in de gang is het gewoon heel erg leuk. Goed, wil je dit pakket nu bestellen of wil je de ondergrond bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket of de ondergrond kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. We verzenden door heel Nederland, België en Duitsland, dus waar je op komt, komt gewoon naar je toe. Vond je dit een leuke video? Doe een duimpje omhoog en abonneer even gratis op het kanaal. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak en er komt heel veel leuks. Dus zeker de moeite waard en dan wil ik jullie bedanken voor het kijken en dan zie je me de volgende keer weer. Doei!